Hallo beste mensen, hallo Robbie. Welkom bij Overleven met Robbie en Vincent. En dit keer laat ik je wat veld zien, ik had het beloofd in de vorige aflevering, nu ga ik het doen. Lalalala. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Margrethe, wat heb je nu gedaan? Die liep gewoon met eieren te gooien. Wat een stouterik. Kijk nou joh, schatje, zit er helemaal krap in de hoek joh. Robbie, wat heb je voor hok gemaakt? Ik ga gelijk iets aan doen. Oh, die schatjes zitten helemaal tegen de rand aan geduwd. Oh, het zijn kippen. Nee, het zijn mijn schatjes. Moet je met respect behandelen, Robbie? Ja, echt hè? Nee, dat hoort zo. Doe ik meer. Maar mijn vrouwen deed dat. Moet ze wel een beetje de ruimte geven. Ik maak wat grote kippenhokje voor ze. Kunnen we Robbie er ook bij doen? 1-0 kippenhok. Oké, okay, we hebben fans, hekjes zo. En dan maken we hem zoiets. Zo. En dan moeten we nog een klein beetje deur plaatsen zo. Dat we even de breedte hebben van het kippenhok. Zo. En dan plaatsen we hem dus. Ik hoop dat we genoeg hekjes hebben. Ja, dat hebben we al genoeg. En dan plaatsen we hier 2 palen. Zo. En hier eigenlijk ook 2 palen. Dus als ik dan dit weghaal. Plop. Plop. Zo. Tof. En hier ook 2 palen. Even kijken tot hoe ver we hem doen. Tot daar. Plop, plop. En dan hebben ze echt een hele grote mooie omgeving nieuw. En Erik, hoe is het met jouw zakenreis? Mijn zakenreis is prima verlopen. Jij hebt goed nieuws. Ik ben onderweg terug naar huis. Echt waar? Ja, de woestijn heeft... Ja, in de woestijn. Oeh, dat klinkt heel verleidelijk, Erik. Ja. Dat klinkt heel tof. Meiden, we hebben een nieuwe plek voor de meiden. Zo, dan hoef je niet meer net als in het hok te staan zo. Ga maar lekker daarheen. Maar dan moeten jullie wel daarheen, meiden. Oh, kom op. Ga het nieuwe hokken. Wacht, ik heb zaad zo. Hup, gaan jullie maar vrijen. En jij met die. Zo. Maar dan wel hier naartoe. Kom. Kom allemaal. Meiden, kom op. Ik zeg het 1 keer, hè. Kom. Kom. Ja, goed zo. Kom achter me aan. Ja. Je hebt het gezien. Oh. Lopen. Kom, Gerard. Gerard, kom op. Je bent de enige man. Laat zien dat je een man bent. Ja, goed zo. En bijna. Ja! Ik heb ze opgesloten, maar ook mezelf nu. Shit. Nice. Oké. Okay. Komt goed. Zo. En nu ga ik wat heel vet. Ik heb een heel vet idee. En Robbie gaat zien wat ik bedoel. Moment. Even, kan jij een nieuwe hakbelt maken daarvoor in de. In de chest? Ja. Cobblestone zit in de kistjes. Wel of een pick-up. Alles wat nog nodig is. Ik denk alles eentje. Ik had Erik ook nog beloofd om die te maken, maar dan vraag ik het gewoon stiekem aan jou. Zo. Naughty. Let op jongens, wat ik van plan ben om te doen. Oké, so, ik had vorige keer de sters gemaakt. Wat ik ga doen is, ik ga die hier droppen, dan maak ik hier 2, en dan komen er 2 deuren in. Ik denk dat ik trouwens het verkeerd al heb gedaan, maar jullie gaan zo zien wat ik mee bedoel. Oh jee. Wat is er? Don't worry. Het gaat nu al goed komen, ja ik snap hem. Hij is goed. En dan 2 deuren, die komen dan hier. Kijk, snap je mijn idee? Ja. Gaat me lukken hoor. Klopt. Oh, maar dan moet die deur moet anders. Ik heb het alweer verkeerd gedaan. Api. Het is even lastig, want ik doe het nou voor het eerst proberen. Dus hè? Echt hoor, nee. Die bloop net. Zit onze dingen te laten groeien, joh. Een boom, joh. Oh, echt? Oh, goed zo. Ja, joh.
En dan ziet hij mij dan meteen bukken. Mooi, het is hier diep genoeg. Daar ben ik blij om. Kijk, rode dip bedoel ik. Dat is vet. Ik weet niet, als je het ziet, dan herken je het. Kijk, zo'n iets. Zo'n idee. Ken je het? Snap je het? Ja. Ik kon hem trouwens nog één naar boven doen zelfs. Dat is nog beter, denk ik. Want het is best wel... Even kijken hoor. Ik ga dat doen. Oh jee. Dan ga ik het wel perfect doen. Ik vind het nou nog niet echt duidelijk, zeg maar. Kijk. Dus dat betekent dat we maar dit ook naar voren kunnen. Juist! Juist, dit is hem. En dan kan je dit met dirt zo. En dan dit met stairs. Kijk, dit is mooi. Kijk, perfect. Ik denk dat je hem zelf nog... Nee, dan gaat hij er tegenaan. Dat is niet goed. Oh, Enderman. Holy shit. Voor mij is het lopen let tegen alle beesten te vechten hier. Ja, ik ben al steeds bezig. Ik ben met wow. Superstok. Nice. Oké, nu ga ik eventjes met een... Oké, dat moet ik met de hand gaan doen. Leuk. Zo. En Erik is onderweg en die gaat een hele leuke verrassing voor ons geven. Mm-hmm. Die heeft voor mij iets heel flink wat leuks meegenomen. Kan je al iets verklappen, Erik? Het is oranje en langwerpig. Oh, ja, maar die moest je thuis laten. Oh. Ja, maar voor onderweg. Ja, hallo. Oh ja. Oh, ik zie een creeper naar me kijken. Ik doe echt dit kapot maken. En hij kijkt ook naar het blokje die ik net heb gedropt. Nee, creeper. Je zit me wel een beetje aan te kijken. Robby, dit is echt droog. Moet je kijken beneden. Kijk, let op. Dit is een blokje. Kijk. En die creeper zat echt aan te kijken van, wat moet ik daarmee? Maar hoe vind je dit worden, Robby, zo? Heel schön. En de nieuwe meiden zijn ook helemaal te gek op de nieuwe plek. Vinden ze heerlijk. Ik ben van plan om die farm hier, die we hier hebben, die oude, ik plan niks meer terug. Maar ik ben benieuwd. Nee, ik ook niet. Maar we gaan die vol, ik ga die denk ik, dit gat weer. Wat ga je doen? Robby. Kijk eens. Onze held. Kijk wat ik in mijn handje heb. Rob maar. Komt u maar, meneer. Zorgvuldig. Oké, ik ga langzaam lopen, ja? Oké, hij mag niet beschadigen. Oh my god, zal ik hem eten? Nee. Nee, niet doen. Nee, ik heb al honger, maar ik mag hem... Oké, ik ga hem plat. Oh, je hebt heel de farm heb je al daar. Ja, ik had veel zaad. De zaad wou ik... Nou ja, laat maar. Kijk. Kan je daar wat water droppen, Ro? Nee, als je het aardig vraagt. Heel graag. Nee, laat maar, ik doe het zo. Nee. Oh. Moeilijk, hè? Jeetje. Nee, heb ik geen emmers. Ja, eentje. Oh, nou gaat het gebeuren hoor. Oké, Robby, weg daar. Oké. Daar zit. Weg. Hé, Boomiel. Oh, Blobelet heeft me denk ik. Blobelet! Dennis. Ja, ik ben onderweg, ik kom eraan. Wij hebben ook een bot nog. Wacht even. Wij hebben nog ergens een bot hier liggen. Oh, ik heb een botten. Ja, we hebben een balkonnetje, verrassing. Oh, wat lief, oh, wat leuk. Heeft dingen gemaakt. Heeft Roy gemaakt. Oh, dankjewel. Oh, een balkon. Oh. En een koe. Een koe? Blobelet heeft een koe meegenomen. Nee joh, echt? Jawel. Kijk nou. Meen je dit? Ja, kijk nou joh. Kom bij de kippen. Gooi bij de kippen, ja. Oh, maar Vincent, ik heb ook nog wat meegenomen van mijn verre reis. Oh, vertel. Nou, het is nogal gevaarlijk. Oh jee. Waar begint het mee? Welke letter? Er is een nummer, daar komt dat heel veel in voor. Oh, TNT like dynamite. Yep. Hoe kom je eraan? Nou, dat zat in die... in die tempel. Ja, je hebt een tempel gevonden. Ja. Oh.
En er zaten ze. Ne- ik heb rood. Dat orange wool heb ik. Ja, dat. Er was ook blue wool, maar daar had ik geen, nou, geen kijk eens, jongens, ruimte meer voor. Hoeveel worteltjes er nu staan? Nice. Oh, die koe. Kom maar, Blubberdad. Hier zo. Moet die. Kom maar. Gooi me de meiden, binnen. We hebben een verrassing voor jullie. Kom maar. Dennis. Oh, nou, Dennis is nog even It's bezig. It's a boyfriend. Ja, ik kom eraan. Het is Lara de koe. Lara de koe. Kom maar. Oh. Kom maar, Lara. Oh, hij wil niet. Oh. Ik kan niet door. Is te dik. Echt? Wacht even. Ik sloop het. En dan plaats ik opnieuw. Ja, ga maar. Nee. Kippen, blijf hier. Meiden. Oh. Nee. Shit. Kippen gaan weg. Oh, snel. Nee. Snel, meiden. Oh, die meiden gaan weg. Oh, shit. Ja. Aapje. Help. Zaad. Je moet ze ook gewoon over een blok laten lopen, zeg maar. Sorry. Meiden, kom hier. Zaad, heerlijk. Kom. Blubberdad opschiet. Kom, Blubberdad. Ga je hem nou erin doen of niet? Maar die koe heeft er niet mee. Geef hem wiet. Je moet een blokje ervoor zetten, joh. Ja, hij komt al. Gewoon uit de weg, Roy. Ja, duw het. Ja! Kom. Wacht, ik moet die kutkippen naar binnen. Ik doe hem open. Ja, laat me dan. Nou, die andere kan wel die bekijken maar. Die kip, die slachten voor 's avonds. Ze komen. Oh, avondeten. Kom. Oh, Lara de koe. Jongens, doe dat ding nou dicht. Nee, ze kwamen. Oh my god. Oh. Jammer. Wacht, we moeten een blokje daar zetten en dan springen ze over het blokje. Is het zo? Kom maar, meiden. Ze gaan er niet naar beneden. Oké, dat moet ik even snel doen. Deuren dicht, anders vallen ze naar beneden. Oké, kom maar, meiden. Doe hem. Kom maar. Ja? Goed zo. Ja? Ja, zie je? Oh, we hebben genoeg kippen, joh. Die kunnen we gewoon... Ja, kom maar, alle twee. Yes. Nu alleen die nog. Nice. Dus de grote kip. Grote kip ook. Oké, kom maar, kippie. Kippie. Kom maar, kip. Kips. Hij is een beetje levensmoe. Oh, kom maar. Ja? Nou, die wil het niet. Maakt niet uit, slachten we, denk ik. Gaat hij serieus naar binnen hier? Zo. Heerlijk, gaan we koken. Wat gaan we eten 7 dagen lang? Lekker. Wat is er? God, gaan we echt stom binnen? Oh, ik schrik me dood. Heerlijk. Hoe gaan de worteltjes? Groeien die al een beetje? Oh, kijk eens. Oh. Zo, er zijn wat meer worteltjes gekomen. Zo. En Roy gaat suiker maken. Dat is mooi. Domme. Ik ga gelijk het ding even afwerken wat ik ook moet eten, jongens. We hebben nou al genoeg eten, neem ik aan. Erik, heb je honger? Nou, nee, ik heb nog genoeg. Ik zit helemaal vol. Want we hebben nog wat eten hier. Oh. Ik heb rauwe steak. Zo, Blubberdad, wat heb jij voor wapens? Stok. Staan allemaal in de... Oh, shit, hé. Het heeft hier... Oké. Mee. Rotspin? Nog. Ja, die rotspin. Oh. Wat een rotbeest. Ik had hem beloofd om... Ja, echt te veel ook, hoor. Ja? Ja, echt heel veel. Veel meer. Veel meer dan normaal, volgens mij, hè? Ja, of Minecraft heeft... 1.7, ja. Leuk. Oké. Zo. Ik ben even dingen aan het slopen hier voor de kelder. Want de kelder gaan we ook helemaal gaaf maken, jongens. Zo in die kelder onze loods in doen. Onze kisten ook dadelijk.
onze overige kisten. Mm. Is dat een leuk idee, of niet? Dat klinkt wel goed, ja. Oh shit, daar komt Irma. Weg. Nee, niet weer Irma. Nee. Oh, ze gaat opploffen. Ja, ik hoor het al. Oh. Boos op je. Ze is weer boos op je. Weer boos. Oh, jee. Ja. Oh, weer. Oh, altijd. Oké, ze is niet dood. Ze is dood. Yes. Oh, er is een zombie voor de deur. Shit. Doen die zombies automatisch de deur open? Nee, ik kan nog zo, wat zei je, Roy? Het zijn de carpets. Oh, ik heb gebruikt. Waar? Daar. Oké, okay. Zo. Wat dropte die nou voor iets oranjes? Oh, dat is een rotte fles zijn geweest. Zo, we hebben nog meer kleuren carpets. Oh, dropte die dan een wortel. Nice. Wat moet hierin? Dirt. Talk dirt to me. Waar wil je de blaadjes hebben? De blaadjes. Roy, waar moeten de blaadjes? Ergens in. Oh jongens, dat pad sluit mooi aan, jongens. Zo, dat is echt heel toevallig. Moet je kijken, hé. Dat pad wat we hebben. Mm-hmm. Sluit zo mooi aan, hè. Moet ik alleen nog 2 sters hebben. Die heb jij waarschijnlijk niet, Blobelet. Nee. Oké, dat sluit mooi aan, en dit. Zo, nu weer is ladder. Ladder is bijgevuld. Hoppa. Oh, dit is gaaf, jongens. Kijk dan. Vet. Dit even opvullen met dirt. Dat is wat mooier. Meteen, oh jee. Ja, dat is mooier als je wat dirt opvult. Lukt het, Blubblet? Oh. Irma. Wee, zo. Zag hoeveel je hem wegstoot, hé. Ja, dat is met mijn stok. Oh, nou. Wauw. Je moet alleen nog sters maken. Zal ik wel even doen. Zo. Misschien moeten we even slapen. Oh, oh slapen? Wat... Ja, oh, ik denk het zo wel. Ik denk dat we even moeten slapen. Jee. Een tukkie doen. Even lekker slapen. Het is om te slapen. Het is om te slapen. Pili 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 pili. Oh, daar deed hij. Dank u, Stoony. Oh. Nice. Zo. Nice, baby. Ik gooi even mijn spulletjes door. Blobelet heeft nog geen slapen. Wat zeg je? Blobelet heeft nog geen plek om te slapen. Nee, ja, maar ik heb ook niks gevraagd. Hij heeft ook niks gevraagd of hij bij ons wil inwonen. Nee, maar ik heb ook een 9 huis. Oh, oké. Okay. Nou, dan niet. Oh. Dan kom je, gaat hij maar zijn lelijke blokhut slapen. Oh, ik heb helemaal geen blokhut, stinky. Jawel. Hé, hey, maar Blobulet, ik heb ook nog een eigen woning, maar dit is ook, ik bedoel... Ja, als hij ja, niet maar wil, je vindt dan, het wel cushy. Ik zit hier perfect. Cushy. Het is leuk. Blobulet. Puh. Dag, puh, Tommy. Zo, ik heb wat fans, wat sters. Dan ga ik even de paden mee mooi maken. En weer regent het. Altijd. Ik regen, pa. Altijd. Nee. Echt altijd in Minecraft. Leuk is dat we ook de omgeving super mooi maken. Dus echt wel heel netjes wat we doen, Roy. Ik ben al helemaal verliefd op ons gebouwtje. In het begin was het even wennen van, oh, want dan had ik had dit al van tevoren gebouwd, zeg maar. Oh shit, dat hoor ik. Enderman. Oh ja, ik hoor. Ja, Enderman? Oh. Oh nee. Oh, er staat een zombie aan de deur. Nice. Hallo. Hoe kom je aan die armor? Niet... Ik heb alleen een leather pakkie. Je hebt al iron armor. Ja, ik heb... Kan ik ook? Ik wil er ook een. Maar... Hoe maak je dat? Ik heb het vergeten. Hoog. Wat wil je maken? Help. Armor. Oh, armor. Zo toch? Gewoon alles vullen behalve de mail bovenste. Oh, tof. Wat? Jezus. Oh, wat de fuck was dat? Wat was dat? Was dat een Enderman? Ik weet het niet. Een combinatie van, hè? Ja, een combinatie van een Enderman die werd aangevallen met een blik.
Wauw, dat is creepy. Ik ga op zoek, joh. Even naar buiten. Ik heb een armorpakje ook. Zo, dan ben ik een compleet beertje al met. Zo. De mooie schoenen. Jij wat niet. Wat heb ik dan? Niks. Oh, niks. Ik heb geen schoenen. Je hebt wel blokken. Ja, dat is mooi, hè? Wat ben je aan het doen? Ben je aan het vissen, serieus? Kan dat hier? Ja, dat kan natuurlijk. Oh, dan kan je ook vette items. Oh. Jij nice. Name tags. Pink omdat ja. Hij aan joh. Oh, ik heb suiker dan. Oh, je hebt het helemaal vol hier al. Ik had een suiker voor je. Ah! Ah, la 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 la. Ik heb nog een zandblokje, Roy. Ik heb één zandblokje en één suiker. Dus wat gaan we doen? Nee, dat gaat niet. Je kan er geen twee naast elkaar zetten, zeg maar. Dat lukt niet. Ik kan er maar één rij. Goddammit. Oh, nee. Wat is er? Oh ja, ik zou de kelder mooi inrichten, maar ik zie dat de video alweer klaar is. Het zit er alweer op voor vandaag. Ja. Jongens, ik hoop dat je een leuke video vond. Geef een duimpje als je het leuk vond. Bedankt. Kijk ook op Roy's kanaal, Roy Games en Zagersel Channel. En gaan volgende keer verder met Overleven met Roy en Vincent. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Doei doei! Doei doei! Doei doei! En jij ook, Blobelet? Ja. Sorry! Hoi, was hem weer vergeten. Je bent alleen maar aan het vissen, beer. Oh, we zijn samen beertjes. Ik wil gewoon eten.